Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Wat hebben jullie een geluk eigenlijk? Jullie zijn onderdeel van een revolutie. Misschien hebben jullie niet het idee dat die gaande is, maar dat is mijn vakgebied. Ik noem een revolutie een transitie. Dat is eigenlijk een evolutionaire revolutie, een revolutie die radicaal verloopt, maar wel in kleine stappen. En ik zie dat overal gebeuren, overal ter wereld, in elk gebied, in elke sector. En ik ben er al heel lang mee bezig, al meer dan 30 jaar. En pas de laatste 5 jaar wordt dat op grote schaal herkend. En daarover gaat mijn verhaal. Ik probeer jullie uit te leggen wat er in de samenleving wezenlijk verandert en in de economie. En wat dat betekent voor het onderwijs. Het is een mooie reis, ga mee op reis. Ik heb een paar mooie sheets meegenomen, een paar mooie plaatjes en ik begin altijd met deze. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Mijn vader, die helaas te vroeg is overleden, zei altijd tegen mij, Jan, wat verandert er toch veel? En elke generatie zegt dat tegen de daaropvolgende generatie. En toch is het dit keer anders. Dit keer verandert er niet alleen veel en gaat het niet alleen snel, maar het in de volle breedte is het gaande en de veranderingen zijn ook niet gewoon, maar zijn disruptief of fundamenteel of radicaal, hoe je het ook wil benoemen. Dus het gaat niet om dingen een beetje anders doen, maar dingen echt radicaal anders doen. Nou, dat hebben we eerder gehad in de geschiedenis, bijvoorbeeld in de 19e eeuw. En toen gingen we het onderwijs ook opbouwen. Er is heel lang strijd over geweest in Nederland. Maar niet alleen het onderwijs, ook de zorg, hoe we voor armere, kwetsbare mensen gingen zorgen. En toen was het ook een jaar of 40, 50 heel onrustig. En daar waren mensen ook onderdeel van de revolutie en er waren mensen die er bang voor waren en die wilden terug naar de basis, naar vroeger. En er waren mensen die kansen zagen en die kwamen er beter af. En toen hadden we ook een toenemende ongelijkheid tussen mensen die ervan profiteerden en mensen die bang waren. En dat zie ik nu weer. Er kwamen toen fabrieken op, mensen die gingen met machines werken en mensen dachten van, verliezen we onze baan aan die machines? Er zijn nu mensen die denken, gaan we onze baan aan de robots verliezen? Er zijn veel parallellen te trekken tussen toen en nu. Eén les die we kunnen leren, wees niet bang. Laat je niet die angst aanpraten. Angst is een heel slechte raadgever. Degenen die in de 19e eeuw bang waren, kwamen er slechter af. Wij gaan, jongens en meisjes, dames en heren, op weg naar een totaal andere samenleving. Helaas hoor je daar weinig over in deze verkiezingstijd of verkiezingsstrijd, waarin iedereen de relatief kleine verschillen benadrukt, terwijl we moeten werken aan een groot plan, een soort deltaplan voor de toekomst van Nederland. Want wat is er dan aan het veranderen? Er zijn 3 dingen die echt aan het veranderen zijn. De verhouding tussen overheid en ons, burgers. Dus vroeger was het zo dat de overheid ging dingen voor ons regelen en die bepaalde veel voor ons en wij waren meer onderdanig, we waren onderdanen. En in de toekomst en nu al zie je dat wij steeds meer zelf moeten regelen en als we daar niet uitkomen, dan hebben we die onderheid nodig. Dit is eigenlijk de overgang van onderheid naar, of van overheid naar onderheid en van onderdanen naar overdanen. Jullie zijn al lang niet meer dezelfde mensen als ik vroeger was. Dus we gaan dingen samen doen vanuit samenredzaamheid. Dat is het eerste. Maar het tweede is, dat is net zo fundamenteel, jullie leven nog voor een deel in een hokjessamenleving. Als je boven Nederland vliegt, wat zie je dan? Hokjes. Geen land in Europa is zo verkaveld in hokjes als Nederland. Maar ook mentaal denken we nog steeds in hokjes. Ik moest al heel vroeg in mijn schooltijd kiezen of ik een alfa, beta of een gamma wilde zijn. Ik ben ooit wiskundige geweest en ik zat bij de faculteit exacte wetenschappen. Ik zit nu tussen de sociaalwetenschappers bij de faculteit sociaalwetenschap. Ik hoop dat jullie ook verdwalen onderweg, maar eigenlijk passen jullie niet meer in hokjes. Mijn moeder van 80 die zegt, het was toch prettig en overzichtelijk die hokjes samenleven. Mijn kinderen zijn inmiddels 20 en 23 en die passen niet meer in die hokjes samenleving. Het feit dat zij van boven worden aangestuurd, vinden ze raar. Het feit dat jullie worden aangestuurd van boven, is eigenlijk vreemd. Het feit dat jullie nog in een klas zitten, zelfs hier, achter elkaar, in hokjes, is 19e eeuws. Waarom denken we nog zo lineair?
Het feit dat wij nog uitgaan van 20 jaar leren op school, dan ga je werken, 40 jaar, en dan ga je genieten van je pensioen, is heel ouderwets. En wij zitten midden in die kantelperiode en dan heb je chaos. Sommige mensen willen terug naar vroeger, naar de touwtjes uit de deur. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. De veranderingen zijn niet terug te draaien. We kunnen wel vooruit naar vroeger, terug naar de kern op een hele moderne wijze. En daar gaat dit verhaal over, want alles wat we hebben opgebouwd sinds de 19e eeuw ging uit van gelijkheid. Dus de gemiddelde burger, een egalitair perspectief. Ook in de klas, het feit dat er één leraar één verhaal staat te vertellen aan jullie. En dat jarenlang is heel vreemd. Ik kom tegenwoordig op scholen waarbij staat, wij behandelen iedere leerling ongelijk. En zo hoort het eigenlijk. Als we gelijkheid willen krijgen, dan moeten we iedere leerling ongelijk behandelen. Want iedere leerling is uniek. Maar dat geldt niet alleen voor het onderwijs, dat geldt ook voor de zorg. Dat geldt ook voor het financiële systeem. Dus we zitten eigenlijk klem in datgene wat we hebben opgebouwd en wat heel lang goed heeft gefunctioneerd, tot de jaren 80 van de vorige eeuw. Toen kwamen de eerste haarscheurtjes en nu zitten we midden in die overgangsperiode, dat we van al die collectieve arrangementen overgaan naar gepersonaliseerd. Wat iets anders is dan individueel. Dus wat krijgen we nu? We krijgen chaos, want de een wil naar links, de ander wil naar rechts. Er is niet één ultieme oplossing, we moeten experimenteren. En een hoop mensen vinden dat eng. En dan heb je drie reacties op chaos. Er zijn mensen die zijn bang en dat werkt verlammend. Er zijn mensen die zijn woedend, negatieve energie, daar horen jullie ook dagelijks over. En er zijn mensen die komen in actie. Nou, ik heb drie voorbeelden meegenomen van angst. We hadden ooit V&D in Nederland, dat was de koningin van de retail. Ik vroeg aan mijn dochter laatst, wanneer heb je daar nou voor het laatst iets gekocht? Maar dat was al jaren geleden. V&D bestaat niet meer. V&D was namelijk al 30 jaar de klant kwijt. Als je de klant kwijt bent, heb je ook geen identiteit meer. Nu zullen jullie zeggen, ja, wat heb ik daar nou mee? Maar denk even na over de school van de toekomst. De scholen zoals we die kennen, worden dat niet de V&D's van de toekomst? Is het überhaupt vanzelfsprekend dat de scholen zoals we die kennen nog bestaan over 20, 30 jaar? Heb je nu nog een school nodig om goed onderwijs te organiseren? Dat is de vraag die ik jullie stel. Dat is niet vanzelfsprekend. De tweede reactie is verzet. Er zijn een heleboel mensen woedend omdat het niet gaat zoals zij willen. En dat zie je niet alleen in het onderwijs, maar dat zie je ook in de zorg. Ik heb zelf een ernstig fietsongeluk gehad 12 jaar geleden en toen ben ik ook een aantal keren geopereerd. En toen dacht ik, dit is niet de zorg die ik wil hebben. Technisch werd het allemaal best goed gedaan, maar als mens word je niet gezien, je wordt niet herkend. Je bent en blijft een casus. En dat zie je dus, we hebben zelfs bekende Nederlanders nodig om de verpleegzorg te redden. En dan zie je ook dat het al gauw over geld gaat. Maar het gaat in feite niet over geld. Het gaat erom, staat de mens centraal in de zorg? Nee. De zorgorganisatie staat centraal. Staat de leerling centraal in het onderwijs? Nee. Verder van dat. Iedere school roept het wel. Maar als dat zo is, zou je de leerlingen al moeten betrekken bij het inrichten van een school. Dat gebeurt helemaal niet. Laat staan in het vervolg. Ik ben naar deze voorstelling geweest, zelfs acteurs die komen in opstand tegen de zorg zoals we die hebben. En binnenkort gaan ze ook over het onderwijs praten. Ik heb vorig jaar gestaan in het Maagdenhuis, een prachtige plek, waar ooit de revolutie uitbrak in Nederland. En ik hield dat ook de studenten voor. Maar die kennis hadden zij niet. Het ging meer over het rendementsdenk. En in het onderwijs domineert ook het rendement. En op zich heb ik niks tegen rendement, behalve als je het maar in één dimensie uitdrukt, namelijk aantal. Ik zal u een kleine anekdote vertellen. Ik geef soms les voor eerstejaars bedrijfskunde en economie. Dan zitten er 400 leerlingen in de zaal. Moet je je voorstellen, vroeger kwam de hoogleraar binnen en dan moesten wij gaan staan. En dan ging die voor ons staan en dan deed hij zo en dan ging iedereen zitten. Nou, als ik dat tegenwoordig zou doen, dan zou het omgekeerde effect optreden. Maar ik zeg dan drie regels, voeten op de vloer, mobieltjes uit en niet eten en drinken. Ik begin gloedvol mijn college. Na 10 minuten achterin, een student die zegt, meneer de professor, moeten we dit echt allemaal weten voor het eerstkomende tentamen?
Ik zeg, nee, maar ik vertel er van alles omheen. Ik heb heel veel ervaringskennis. Oh, zei hij, dank u wel. En hij pakt zijn tas en hij loopt de zaal uit. Maar niet alleen hij, tientallen anderen liepen ook. Je hebt bij ons van die grote achteruitgangen, links en rechts. En ik sta voor die groep en ik kijk en ik hou er ongeveer nog 200 over. De rest verdween. En ik was van mijn apropos. En ik probeer dat college zo goed mogelijk te vervolgen. Maar ik was van slag. Ik kwam thuis. Ik vroeg aan mijn zoon, die studeert in Delft. Tim, wat had jij nou gedaan? Toen zei hij, nou papa, ik had niet eens in de collegezaal gezeten. Oké, zei ik, maar stel je voor dat je er wel had gezeten. Nou, daar was ik ook opgestaan, daar was ik ook weggelopen. Ik zeg, ben jij dan zo'n efficiënte student geworden? Ja, zei hij, maar dat heb jij ervan gemaakt in jouw generatie. Dus wij conditioneren het systeem zo dat studeren tegenwoordig is vakjes halen. En ik moet tegenwoordig allemaal aanbevelingsbrieven schrijven voor studenten en al die cv's oppoetsen. En iedereen loopt met een gouden cv weg. Het gaat allemaal over de buitenkant. Zien jullie wat ik bedoel? Studeren is niet zo snel mogelijk zoveel mogelijk vakjes halen en met een opgepoetst cv de wereld ingaan. Studeren is jezelf ontdekken. Ik wil mijn passie overdragen aan studenten. Ik wil ze motiveren, ik wil ze inspireren. Nou, de derde vorm, die kennen jullie misschien niet, maar het is actie. Veel burgers die laten zien hoe het wel kan. 1 miljoen mensen in Nederland is bezig met eigen onderwijs organiseren, eigen zorg, eigen verzekeringen, noem maar op. Er zijn 200 broodfondsen, mensen, ZZP'ers, die elkaar vanuit vertrouwen verzekeren. Er zijn 500 lokale energieinitiatieven. Mensen willen geen sjoemelstroom, maar schone, duurzame stroom uit de eigen buurt. Er zijn mensen die hun kwetsbare medeburgers langer zelfstandig in de buurt willen houden. 250 zorgcoöperaties. Dus het aantal burgerinitiatieven, in dit geval de coöperaties, neemt explosief toe. 1 miljoen mensen die dit doet. Politiek heeft dit nog niet door, maar dit is een nieuw maatschappelijk middenveld. Heel anders dan in de 19e eeuw. Veel minder grijpbaar en chaotisch. Maar kijk eens, het gaat over geld, het gaat over eten, het gaat over zorg, het gaat over voedsel, het gaat over alles. Dit is de stille revolutie die gaande is. En niet alleen in Nederland, je ziet het elders in Europa. Tientallen miljoen mensen over de hele wereld zijn van onderop die samenleving aan het organiseren. Wat wij noemen de bottom-up samenleving, do it yourself. Dit noemen wij glocalisering, de commons. Dus, wat is mijn boodschap? Disruptie gaat niet alleen over techniek. Disruptie gaat ook over ons. Wij als mensen zijn ons heel anders aan het organiseren dan vroeger. En de techniek helpt ons om dat zo slim mogelijk te doen. Dat is de samenleving die echt aan het kantelen is. Maar de economie verandert tegelijkertijd. Krijgt ook een heel nieuw fundament. En ik noem 1 aspect van de vele. Ik ga het even hebben over de digitalisering en robotisering. Maar in feite heeft het veel meer gezichten en kleuren. Dus de economie wordt digitaal, hij wordt decentraal, het wordt een deeleconomie, een groene, een blauwe, een circulaire, een robot, een maken-economie. Wauw! Daarom mogen jullie ook gelukkig prijzen. Toen ik zo oud was als jullie, was ik geen onderdeel van een revolutie. Je hoort alleen de politiek daar te weinig over. Dit zijn echt heftige veranderingen die op ons afkomen. En in de 19e eeuw gingen we Nederland in de stijger zetten. We gingen spoorwegen aanleggen en kanalen en wegen. En nu gaan we de digitale wegen ontwikkelen, de digitale infrastructuur. Maar nu komt-ie. Kijk, er is nu een waterscheiding gaande tussen traditionele bedrijven, ik noemde al een paar voorbeelden, en de nieuwe bedrijven, de digitale platforms. Dus rechts zien jullie digitale platforms en links traditionele bedrijven. Rechts is niet beter of slechter, het gaat niet om het morele principe, maar ben je voorbereid op die digitale storm die gaat komen of niet? En nu komt die, volgens mijn zoon van 20, zit ik nog in dat linkerrijtje. Want hij zegt, pa, je gaat nog naar een reisbureau. Een reisbureau, daar ben ik nog nooit geweest, zegt hij. Alles gaat via mijn app, booking.com. Hij zegt, jij belt nog een taxicentrale. Huh? Dat gaat toch via je app, dat gaat via Uber. En het ergste vindt hij, als ik naar een cd-zaak ga. En dan koop ik een cd en dan blijft hij buiten staan en dan kijkt hij naar boven. Want alles zit in de cloud. Spotify, pa. Nou, daar heeft hij me dan eindelijk aangebracht. Maar nu komt die essentie. Zelfs ik, het is mijn vakgebied, veranderkunde, zit nog voor een deel
in die oude economie. De rechtse zijn digitale platforms. En nu zullen je zeggen Uber en Airbnb, dat zijn toch die cowboys van de nieuwe economie. Ja, we moeten wel met z'n allen nieuwe spelregels afspreken, dat we binnen de morele grenzen blijven opereren. Maar ik zoom even in op Uber en Airbnb. Uber is het grootste taxibedrijf ter wereld. Wat heeft Uber niet? Taxis. Logisch, toch? Nou ja, Airbnb, grootste vastgoedspeler ter wereld. Wat heeft Airbnb niet? Vastgoed. Logisch, toch? Totdat je het betrekking laat hebben op onderwijs bijvoorbeeld. Of de zorg. Hebben we nog grote ziekenhuizen nodig? Al dat vast. Hebben we nog van die grote schoolgebouwen nodig? Nee. Maar waarom hebben we ze dan? Waarom handelt mijn universiteit in vastgoed? Dat is het begin van het einde. Jullie mogen meedoen, hè, trouwens, want het wordt steeds spannender, dit verhaal. Dus ik verwacht ook wel wat interactie en weerwerk. Ga nou niet braaf zitten luisteren en... Kijk, ik zoom even in op Uber. Kijk, wat doet Uber nou eigenlijk? Uber verbindt chauffeurs aan passagiers. Dat is alles. Goedkoper kan niet, slimmer kan niet, digitaler kan niet, sneller kan niet. Maar nu komt-ie, binnen elke sector zien we een Uber ontstaan, ook voor de zorg. Je hebt mensen die willen ondersteuning en je hebt mensen die kunnen dat leveren. Die kun je heel snel bedienen. En dan moeten we natuurlijk zorgen dat juist door die digitalisering dat op de meest menselijke wijze gebeurt. En dat is geen tegenstelling, dat is een schijntegenstelling. Maar bij het onderwijs kan dat toch eigenlijk ook? Dus mijn zoon zegt, ik ga 1 keer naar het college. Als het saai is, ga ik niet meer. Dan zoek ik op internet de beste professoren op voor dat vakgebied. Dat is bijna Uberiaans. Ik treed regelmatig op met deze robot, 40 centimeter hoog. En die kan jullie laten lachen, zingen, dansen, springen. Veel meer dan ik. Hij heeft de verstandelijke vermogens van een kind van 4 maanden. Jullie zijn niet bang voor die robot. De ouderen zijn ook niet bang voor die robot. Kijk maar, want die worden geactiveerd. Maar onze generatie is wel bang. Wij zijn bang dat die robots ons gaan overnemen. Terwijl, we moeten ze functioneel inzetten. Net als de machines in de 19e eeuw. We moeten er gebruik van maken. Ik loop met jullie door een supermarkt over 5 jaar. Misschien bestaat die niet eens meer, een supermarkt. Want ook een supermarkt gaat uit van de gemiddelde klant. Dat is nog helemaal niet uniek en gepersonaliseerd. Maar op het moment dat ik over 5 jaar door zo'n poortje ga, dan gaat mijn mobiel trillen en dan krijg ik advies op maat. Dus ze weten dat ik bijvoorbeeld vegetariër ben, dat ik van vis hou, kan ook. Ik krijg een advies op maat, compleet met een recept erbij, fles witte wijn. Mijn moeder zegt dat nooit van 80. En mijn dochter zegt, waarom kan dat morgen al niet? En dat is dus aan het gebeuren. Dit is het meest disruptieve apparaatje wat ik ken, een 3D-printer. Jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Ze printen al middeleeuwse grachtenpand in Amsterdam-Noord. En dan sta ik voor de bouwsector en dan zeggen ze, het zal toch niet waar zijn, maar in China printen ze al 10 huizen per dag. Dus de manier waarop we dingen gaan bouwen en ontwerpen gaat fundamenteel veranderen. Er ontstaat dus een nieuwe maakindustrie. In de 19e eeuw gingen we alles op grote schaal maken in die fabrieken. Nu kunnen we alles op kleine schaal uniek maken. Dit is voor het beroepsonderwijs een zegen. Dan moeten we er wel op inspringen. Dit is onderdeel van die revolutie en wij veranderen daardoor. Wij zijn niet meer die passieve consumenten van vroeger. Wij worden prosument. Wij kunnen, als je de kennis om je heen verzamelt, alles zelf maken in de nabije toekomst. En dat is een onderdeel van de revolutie wat veel mensen nog niet zien. De kennis die we nu meegeven aan jullie heeft een houdbaarheid van maximaal 5 jaar. 5 jaar. Moet je nagaan wat dat betekent. Dus dit deel, die disruptie in de economie, dat nieuwe fundament, daar gaat het erom dat die disruptieve burgers, die gaan die disruptieve techniek gebruiken om zich nog slimmer, nog beter te organiseren. Gebruiken wij dit al in het onderwijs? Wel, nee. Anders zouden we jullie toch op een heel andere manier les gaan geven. Maar we zetten jullie nog keurig achter elkaar in rijtjes en geven dus iedereen dezelfde hoeveelheid bagage mee.
Maar we geven jullie niet een huis mee aan kennis, maar allemaal bakstenen. En jullie moeten dan zelf een huis bouwen. Wat betekent dat nou voor het onderwijs? Want ik pleit dus, ook voor jullie, jullie moeten een beschaafde opstand creëren. Net als de schoolleiders. Natuurlijk zeg ik niet dat wij slecht onderwijs hebben. Integendeel, we komen uit al die lijstjes redelijk goed. We staan al jaren wereldwijd tussen de 10e en 15e plaats. Maar er is wel een revolutie gaande. Dus het moet ook niet een beetje anders, maar totaal anders. De samenleving en economie veranderen sneller dan het onderwijs aan kan. Dat is geen verwijt, dat is een constatering. Daar moet je iets mee. En wij leiden nu kinderen op voor beroepen die over 10 jaar niet meer bestaan. En de beroepen die wel bestaan, zitten niet in onze onderwijscurricula. Ik stond laatst voor meer dan 1000 accountants. De vraag die ze mij stelden, hebben wij ons beroep nog wel over 10 jaar? Ik zei, nou, waarschijnlijk niet. Ook dat wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Maar die accountants krijgen een andere rol, want je moet ook die nieuwe cijfers interpreteren. Nou, gelukkig, daar zijn we het over eens. Niets doen is geen optie. Ik kom nog steeds op scholen die blijven volhouden dat ze goed bezig zijn. Dat is wel zo. Maar iedereen moet hier iets mee. Je kan niet onderduiken voor die revolutie. Nou, en het onderwijs wat we nu hebben zit nog iets te veel in die systeemhoudgreep. Paul en Jan hebben het al gezegd. Dus het draait iets te veel om geld, de organisatie zelf, het rendement. Ik kwam laatst op een oude middelbare school, dat is het college, hoe heet dat? Comenius College in Capelle aan de IJssel. Ik hield een verhaaltje en ik word voorgesteld aan ongeveer 15 mensen. En ik loop ze allemaal af. En ik schud de handen van de onderwijsdirecteur, de onderwijsonderwijs onderdirecteur, de monitor, de onderwijsplanner, de onderwijsorganisator. En toen, na 15 mensen, dacht ik, waar zijn die leraren nou? Dat waren mijn helden. Ik had vroeger meneer Noordzij, de wiskundige. Dat was mijn held. Daardoor ging ik ook wiskunde studeren. Die kon een half uur lang praten over de schoonheid van de wiskunde. En de leraren stonden in een zaaltje daarnaast. Maar ik zei, vroeger hadden wij een rector, 2 conrectoren, die gaven ook les en een conciërge. Dat was het. Maar waarom moeten wij als school 100 indicatoren elke maand invullen? Dat is natuurlijk flauwekul. We moeten nog veel meer ruimte en vrijheid krijgen om het te doen zoals we willen. Maar 50 jaar lang hebben we geknutseld aan het onderwijs van bovenaf. Er zijn er allerlei bepalingen geweest en daar moeten wij vanaf. In feite gaat het om de relatie tussen leerling en leraar. Je wil je passie en inspiratie kwijt en je wil het beste uit leerlingen halen. En wat doen we? We hebben tegenwoordig op mijn universiteit en op alle andere ook, het zijn diploma-fabrieken geworden. En ik zie dat ook op middelbare scholen, het mbo en het hbo. We hebben een onderwijsconsument en een onderwijsproducent. Getverdedie. Dat zijn koude, kille, harde afrekenwaar. We moeten terug naar de kern, vooruit naar vroeger. Ik zie dat ook bij het voortgezet onderwijs. Toen mijn kinderen daar naartoe gingen, zat er ontzettend veel spanning op. Ik zei, waar komt die spanning nou vandaan? Nou, de scholen presenteerden zich al als een soort wasmiddelen klaar. De ene was nog beter dan de ander. Allemaal prestatieindicatoren. En terwijl ze daar naar school gingen, was er ook constant druk. Waar komt die druk nou vandaan? Ja, maar de school moet presteren, de schoolleiders moeten presteren, de leraren moeten presteren, de leerlingen. Maar laten we die druk langzamerhand loslaten. Je kan niet wezenlijk veranderen onder die hoge druk. Dat is onmogelijk. Dus er is een transitie nodig. Dat noem ik een echte verandering. Niet een beetje verandering, maar een fundamentele verandering. In feite gaat het hierom. De leerling centraal en de leraar. Alles wat we eromheen hebben georganiseerd is eigenlijk flauwekul. We gaan naar gepersonaliseerd onderwijs. Veel meer ruimte en vrijheid. En vooral van onderop. We gaan niet weer bepalen voor scholen wat ze moeten doen, maar we moeten vanuit vertrouwen scholen de tijd en de ruimte geven om deze lastige periode te doorstaan. En als ik dan hardop droom over het onderwijs van de toekomst, en dan zie ik prachtige voorbeelden in Nederland, maar ook in het buitenland, maar ik droom even hardop, dan is dus mijn filosofie, er is niet één onderwijsvorm die 100% voldoet aan wat we zouden willen. Er is niet één weg, er is niet één toekomstbeeld. Er zijn velerlei transitiepaden. Bijvoorbeeld, als je droomt van het onderwijs in de toekomst, dan zou het kind centraal moeten staan. Maar het gaat in feite om 4 vragen. Wie ben ik? Hoe kan ik mij optimaal ontplooien? Hoe kan ik mijn creatieve talenten zo goed mogelijk aanwenden? Wat is mijn rol in de samenleving? En welke verantwoordelijkheden heb ik?
Nou, hoeveel procent in het onderwijs besteden we aan deze vier vragen? Bijna niks. En toch is dat de kant die we opgaan. En dan heb ik een aantal mogelijkheden geschetst. Je kan extreem denken, de scholen bestaan niet meer in de toekomst zoals we die kennen. Of je kan zeggen, de klassieke scholen, daar ken ik er ook nog een aantal van. Bijvoorbeeld het gymnasium waar mijn zoon is geweest, heeft nog een heel klassieke school. De leraarsautoriteit, die vertelt het verhaal. Die moeten verder weinig hebben van die digitalisering. Dat kan ook wat mij betreft. Of een volledig gedigitaliseerde school, dat kan ook. Of de school van de toekomst. Kijk, eigenlijk is het raar, jongens en meisjes, dat we die scholen los hebben gemaakt van de samenleving, net als de zorg. Een school zou midden in de samenleving moeten staan. En er zijn voorbeelden. Ik ben hier geweest in Roermond bij het Nikkei College en ik ga daar weer een keer naartoe. Dat is fantastisch. Waarom hebben wij nog van die saaie leslokalen en schoolgebouw? Waarom doen we dat niet kleurrijker en speelser? Dit is letterlijk een voorbeeld hoe het kan. Ik ben in Finland geweest, daar hebben ze ook een prachtige school. Dat is eigenlijk geen school meer, dat is een samenleving in het klein. Daar zit ook een theater in, er zit een bioscoop in, er zitten winkels in, daar zitten restaurants in, daar zitten bedrijven, daar zit alles. En waarom niet speelser? Waarom niet circulair denken in plaats van lineair? Waarom niet op een heel andere manier lesgeven dan die saaie stoeltjes? Waarom doen we het ook niet groen? Als ik kijk naar alleen het CO2-gehalte aan leslokalen, dat is 20% te hoog. Dat betekent dat het concentratievermogen afneemt bij leerlingen. Als we daar alleen al iets aan doen, kunnen we heel veel winst boeken. Dus mijn stelling is, vanuit vertrouwen moeten we die nieuwe tijd ingaan. Proberen te springen. Geef scholen nou het vertrouwen dat het goed komt. Geef scholen nou de schoolleiders ook het vertrouwen dat het goed komt. Ik ben geenthousiasmeerd door dat Agora-concept wat ik in Roermond zag. 100 leerlingen geselecteerd van VMBO tot en met gymnasium. En die krijgen allemaal een eigen traject. In twee talen, deels gedigitaliseerd. En de leraar wordt dan meer een facilitator. Die helpt dus de leerlingen door vijf verschillende werelden heen. De wereld van de samenleving en de filosofie en de economie en de kunst. In Finland zijn ze daar op grote schaal mee aan het experimenteren. Natuurlijk hebben we voor een deel vakkennis nodig, maar is het niet veel interessanter om die vakjes, die hokjes los te laten en volgens bepaalde thema's te gaan redeneren? Zouden we niet naar totaal andere opleidingen toe moeten? Wat hier staat ook. Veel meer multi- en interdisciplinair. De samenleving en economie van de toekomst, die vragen niet om hokjes denken en niet om kennis die in 5 jaar alweer verouderd is, maar continue aanpassingen. En dat is wat we moeten leveren. Dat vraagt natuurlijk nogal wat van docenten. Want die moeten die ontwikkeling allemaal bijhouden. Die moeten midden in die samenleving staan. En ook die kennis hebben die in het bedrijfsleven wordt ontwikkeld. En dan moeten ze ook nog kunnen coachen en activeren en bedienen. En ik ken heel veel hardwerkende docenten. Maar ja, die zeggen ook, laat mij nou mijn ding doen. En het komt wel goed, maar dat is natuurlijk ook te makkelijk. Een van mijn allerbeste vrienden is leraar natuurkunde, HAVO-VWO. En hij is een beetje atypisch, hij is een beetje gek, maar hij is al 2 keer leraar van het jaar geworden. Hij kan fantastisch natuurkunde uitleggen. En nu zit hij in een commissie die zich bezighoudt met taalverbetering in het onderwijs. En hij moet dus elke week een paar uur aan taalverbetering besteden. Maar hij zegt, ik geef natuurkunde, dat is mijn passie. Maar hij wordt op zijn huid gezeten door de onderwijscoördinator, die zegt, er moet een taalverbetering in. Ja, en nu dreigt hij af te haken en zelfs naar een andere school te gaan. Zien jullie wat ik bedoel? Geef die man nou de tijd en de ruimte om te doen waar hij goed in is. Van jullie in de toekomst wordt ook veel meer gevraagd dan nu. Als je kijkt naar wat wij vragen aan vaardigheden in de toekomst, kijk maar eens even wat hier staat. Communicatie wordt in alles belangrijk, maar vooral ook samen kunnen denken en samen kunnen werken. Kennis ontwikkelen is niet meer bepalend, ook kennis hebben niet. Vroeger was kennis een machtsfactor. Tegenwoordig is kennis delen en kennis om je heen verzamelen is een belangrijke machtsfactor. Jullie kunnen in de toekomst heel veel dingen zelf, maar dan moet je wel de communities, de gemeenschappen om je heen organiseren. Dat is een totaal andere manier van denken en werken. En ik krijg dus studenten bij me die zo snel mogelijk heel veel vakjes hebben gescoord met de hoogst mogelijke cijfers. Maar die kunnen niet samen denken. En die kunnen ook niet samen werken. Daar heb ik dus eigenlijk niks aan. Ik wilde afronden met beweging, want er is heel veel gaande in het onderwijs. Er zijn fantastische projecten en
Maar het vormt nog niet echt een geheel. Er is nog niet echt een bloeiende beweging. Kijk eens wat hier allemaal gaande is. Jan en Paul hebben het al voor een deel benoemd. Je hebt United for Education. Daar heeft Jan samen met Harold ook aan de wieg gestaan. Een brede onderwijsvernieuwingsbeweging. Operation Education. Wij maken het onderwijs. Leraren met lef. Alleen ze willen min of meer allemaal hetzelfde. Maar het is nog een beetje die hokjesgeest. En ik denk dat er veel te leren valt van wat er in de zorg gebeurt. En hier zie je een voorbeeld van het beroepsonderwijs. En ik heb die mensen mogen begeleiden. En die wilden ook weer een regiegroep en een stuurgroep en een planningsgroep en allerlei commissies. En toen zei ik, stop daar nou mee. Probeer nou beweging te creëren. En die hebben een beweging gecreëerd, Katapult. En die willen het beroepsonderwijs veel beter maken en spannender maken om die revolutie in de samenleving en economie, om die bij te kunnen houden en te verwerken in het onderwijs. Een schitterende naam, toch? Katapult. En het is een soort Gideonsbende, ongrijpbaar. En die hebben al best veel invloed. En in feite wat we moeten doen is alles tegelijk. We moeten reuring creëren, een beweging vormen. We moeten agenderen dat het anders moet, de goede voorbeelden laten zien. Want er komen heel veel mensen kijken naar Roermond. Nikkei-onderwijs, ook schoolleiders en leerlingen. En die zien wat daar gaande is. En die worden geïnspireerd. Die komen terug bij een eigen school. En weten jullie wat er dan gebeurt? Niks. Die zeggen allemaal, ja, bij ons kan dat niet. Dat noem ik de illusie van machteloosheid. Dus wij zijn het ontwend geraakt om dat dan te gaan organiseren. Want ze zeggen bijna allemaal, ja, dat mag niet van de inspectie. Of de ouders zijn tegen. Allemaal die ja-maar-argument. Maar elke school heeft dezelfde vrijheid om dat te doen tegenwoordig. Het kan overal. Dus we moeten nog meer laten zien hoe het kan. We moeten en in dialoog gaan. Leren van de zorg. Waarbij bekende Nederlanders het voortouw nemen. We hebben ook ambassadeurs nodig, juist van buiten het onderwijs. Die dan die dialoog aangaan met de Tweede Kamer. En zorgen dat het niet alleen maar om geld gaat. En we hebben vooral, en Jan heeft het ook al benadrukt en Paul, bezield authentiek leiderschap nodig. Het onderwijs is zoiets moois. En dat is eigenlijk te mooi om over te laten aan al die instanties of aan de markt. Wij moeten dat zelf gaan hervormen. En hier zitten een aantal mensen die daar al mee bezig zijn en die dat ook heel goed kunnen. Maar we moeten dat op bredere schaal gaan doen. En leiderschap betekent dus niet dat je zegt, ik wil wel, maar ik krijg mijn anderen niet mee. Of vorige week stond ik op een school en die schoolbestuurder zei, ja, ik wil wel veranderen, maar de ouders die willen dit niet. Die willen gewoon nog klassiek onderwijs. Maar iedereen die excuses verzint, is geen leider. Je bent een leider als je de moeilijke weg kiest. En dat geldt ook voor leerlingen. Als ik nu 15 of 16 was, kwam ik beschaafd in opstand. En zou ik pleiten voor een nieuwe onderwijsvorm. En zou ik proberen medeleerlingen mee te krijgen. Als ik nu schoolleider was, zou ik hetzelfde doen. En ga nou niet zeggen na dit verhaal, ja maar. Hè? Want dan zeg ik, iedereen zei dat het onmogelijk was. Totdat er iemand langskwam die dat niet wist. En dat was ik. Dank jullie wel. Ik wens jullie een fantastische middag. APPLAUS.